De NOS besluit het programma op de Nederlandse zenders. De Belgische regering stelt een onderzoek in naar het lot van 5 onderdanen... van wie vanmiddag werd gemeld dat ze zijn gegijzeld door een Palestijnse groep. Het is de groep van Abu Nidal, bekend van tal van gijzelingen en kapingen... waaronder die van het Italiaanse passagiersschip Achille Lauro. Vanmiddag meldde de groep dat ze zich in de buurt van Israël meester had gemaakt van een Frans jacht met 8 mensen aan boord, 5 Belgen en een Française die ook een Israëlisch paspoort zouden hebben en verder 2 Hebreeuws sprekende kinderen. Ze zouden zijn overgebracht naar een geheime basis van de Abu Nidal groep. De Belgische minister Tindemans zei vanavond dat zich in Brussel nog niemand gemeld heeft die een familielid mist in het Midden-Oosten. En ook een Israëlische woordvoerder zei niets van een kaping te weten. Volgens de Abu Nidal groep is de actie bedoeld om Israël te weerhouden van verdere aanvallen op Palestijnse kampen in Libanon. En het tweede doel is op deze manier de zaak van de Palestijnen aan de orde te stellen op de Arabische topconferentie die vanmiddag begon in Jordanië. De Jordaanse koning Hussein opende die top met een toespraak waarin de meeste aandacht uitging naar de oorlog tussen Iran en Irak. De Arabieren moeten als één man proberen daar een eind aan te maken, zei hij. Bij deze top zijn voor het eerst sinds lang alle leden van de Arabische Liga vertegenwoordigd. President Saddam Hussein van het oorlogvoerende Irak is er, in militair uniform, maar ook de Syrische president Assad, die geldt als bondgenoot van Iran. Koning Hussein zal vermoedelijk proberen deze twee hier bij elkaar te brengen. Grote afwezige op deze top is opnieuw het sterkste Arabische land, Egypte. Dat werd van de Arabische Liga uitgesloten vanwege zijn vredesverdrag met Israël. Maar verwacht wordt dat met name de Golfstaten op deze top zullen proberen Egypte formeel op te nemen in een sterk Arabisch front tegen Iran. Iran heeft overigens deze Arabische top gebrandmerkt als een vijandelijke daad en als verraad tegenover de islamitische wereld. Vanmiddag werden deze woorden onderstreept met de nieuwe raketaanval op de Iraakse hoofdstad Bagdad. Volgens een Iraanse woordvoerder kwamen 2 raketten neer op woonwijken. Zeker 10 mensen werden gedood. En dan verbijstering en woede in Groot-Brittannië over de bomaanslag in Noord-Ierland, die aan 11 mensen het leven heeft gekost. De zware bom ontplofte in het Noord-Ierse grensstadje Enniskillen tijdens de herdenking van de gevallenen uit de beide wereldoorlogen. De bom moet lang tevoren in een leeg schoolgebouw zijn geplaatst in de buurt van het oorlogsmonument waar de mensen zich voor de dodenherdenking hadden verzameld. 11 mensen werden gedood, 55 gewond. Veel gewonden werden in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Niemand twijfelt eraan dat de aanslag het werk is van extreme IRA-aanhangers. Een laffe en barbaarse daad wordt de aanslag genoemd. Robin Eames. To be given more specialized treatment at Altnagelvin Hospital in Londonderry. The shock, of course, is still at this moment as we're talking, numbing everyone. But when we have time to think about it, to think that at an act of remembrance, people were prepared to put youth organizations, civilians, members of the public in jeopardy with this bomb. On a remembrance day, before the wreaths were hardly placed on the memorial and the 2-minute silence had taken place, is beyond description. In 1 week tijd heeft de Utrechtse politie 53 drugshandelaren en gebruikers aangehouden in het winkelcentrum Hoogkaterijnen. Daar werd de afgelopen week een speciale controleactie gehouden, omdat de activiteiten van de drugscene in de Domstad uit de hand dreigden te lopen. Het winkelcentrum is het ontmoetingspunt voor gebruikers en handelaren in drugs. Er is dag en nacht gecontroleerd en daarbij werden 4 handelaren en 49 gebruikers gearresteerd die heroïne, cocaïne en rohypnol bij zich hadden. In Suriname ligt opnieuw de bauxietproductie van Suralco bij Mungo stil. Ook dit keer is dat een gevolg van een sabotageactie van het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben gewapende mannen explosieven tot ontploffing gebracht bij de elektriciteitscentrale van de bauxietmaatschappij. En ook werd een medewerker van het bedrijf door de knieën geschoten. Kort geleden kwam de productie in Mungo weer op gang nadat het maanden had stilgelegen door de steeds oplaaiende gevechten tussen het Jungle Commando en het Nationale Leger van Suriname.
De sabotageactie komt op een slecht moment, omdat de wereldprijzen voor bauxiet weer stijgen en de Surinaamse regering de deviezen hard nodig heeft. Het vermoeden bestaat dat de sabotageactie verband houdt met de komende verkiezingen in Suriname. De meeste partijen hebben geen kandidaten willen stellen in die gebieden waar het Jungle Commando actief is, omdat ze daar geen campagne hebben kunnen voeren. Een felle uitslaande brand woedde vanavond in een torenflat aan de Delflaan in Haarlem, Haarlem-Noord. De brand brak rond 9:30 vanavond door nog onbekende oorzaak uit in een keuken op de 9e verdieping van dit 12 etages tellende gebouw. In eerste instantie hield de politie er rekening mee dat er iemand door het vuur was ingesloten. Later bleek dat niet zo te zijn. De ongeveer 80 bewoners van hoger gelegen verdiepingen werden direct door de brandweer geëvacueerd en tijdelijk ergens anders ondergebracht. De brandweer van Haarlem bestreed het vuur met groot materieel. De hele omgeving van de Delflaan en het Delfplein was voor alle verkeer afgesloten. Doorgaand verkeer naar Zandpoort en Alkmaar werd omgeleid. Het weer tenslotte voor de maandag. Op veel plaatsen mist en laaghangende bewolking. Mogelijk wat lichte motregen, kans op nachtvorst en een middagtemperatuur van rond de 5 graden. Dat was onze laatste uitzending. We wensen u goede nacht en straks welterusten.